Zo, ik ben blij dat ik geen meningen hoef te formuleren vandaag en geen punten hoef te maken, want dat laat ik graag over aan onze heren politici. Dank u wel. Hey, dat was gezellig. Dus, over naar ons tweede deel van het debat, de modal shift. Ik heb altijd schrik om dat te zeggen, want ik heb altijd het gevoel dat iedereen dan daar een mening over heeft en dat je dan de rest van de avond daarover moet debatteren en zie mij hier staan, ik moet een debat modereren over de modal shift. Dus, maar wat zeiden deze partijen eigenlijk in aanloop van de Vlaamse verkiezingen over de modal shift? En daar komt normaal gezien een filmpje over. Er liggen plannen op tafel om uit te voeren. Nu moeten die ook gefinancierd worden. Daarnaast moet er meer ruimte komen voor voetgangers en fietsers. Er is bijvoorbeeld het pleinplan wat dat daar mogelijk kan maken. Er moet echt meer geïnvesteerd worden in goed openbaar vervoer in Antwerpen en omgeving, want anders zijn we het eigenlijk allemaal voor niks aan toe. Wij vinden dat we alternatieven moeten bieden aan de mensen, zodat we het aantal auto's in de stad kunnen verminderen. Als we de ambities uit het toekomstverband met betrekking tot de modal shift willen realiseren, dan zal er doortastend ingegrepen moeten worden. De modal shift die afgesproken is met de burgerbewegingen, die moet gerealiseerd worden. Wij gaan onze mobiliteit niet vlot krijgen als we die niet verduurzamen. Dat is waarom dat wij vinden dat de lijn extra budget moet krijgen. We willen budget van de lijn voor het investeren optrekken van 270 miljoen naar 370 miljoen. Ik zei het al daarnet. Voor dit debat hebben twee specialisten uitgenodigd. Graag uw applaus voor Marie de Rousseau van de Modal Shift Coalitie en Sanne de Rooij van Straatvinken. Ja, het wordt gezellig daar geprakt, ook gesandwiched een beetje. Dag Marie en Sanne, jullie waren hier vorig jaar ook al te gast. Sanne, ik begin even bij jou. Jij stelde vorig jaar het geluidsonderzoek, de oorzaak, voor. Maar intussen ben je ook binnengehaald bij Ringland voor Straatvinken. Samen met een hele groep burgers tellen jullie hoeveel auto's, fietsers, voetgangers enzovoort er in bepaalde straten passeren. Jullie hebben dus eigenlijk best een goed zicht op de evolutie van die modal shift. Gaat het de goede kant op? Ik wil misschien eerst eens even horen, zijn er straatvinkers in de zaal? Ja, toch? Toch? Op de resultaten van straatvinken, van de telling van afgelopen jaar, is het nog heel even wachten. Die komen in november. Maar een eerste blik op de cijfers blijkt dat eigenlijk er toch een grote stagnering plaatsvindt. Dus eigenlijk, ja, een stilstaan is achteruitgang in dit geval, denk ik. En ik denk dat we, als we naar 2030 toe een beweging daarin willen zien, dat er echt nog wel wat werk te verrichten is. Mm-hmm. Marie, vanuit jouw job bij de Bond Beter Leefmilieu stelde jij hier vorig jaar de gloednieuwe Modal Shift Coalitie voor. Daar ben je intussen vertrokken, maar je volgt de debatten over de Modal Shift wel nog op de voet. Heb jij de indruk dat de Modal Shift vooruit gaat? Nee, helemaal niet. En daarom heeft de coalitie ook aan de vooravond van de verkiezingen heel luid aan die alarmbel getrokken met een filmpje waarin alle 36 van de burgerorganisaties hier uit de Antwerpse regio nog eens duidelijke eisen op tafel hebben gelegd. Voilà, en als inleiding op het debat gaan we ook nog kijken naar een samenvatting van dat filmpje. De Shift-coalitie verenigt 40 Antwerpse burgerinitiatieven en actiegroepen die met aandrang pleiten voor meer ruimte voor voetgangers en fietsers, stevige investeringen in trein, tram en bus en minder autoverkeer. Wie investeert in de Modal Shift kiest voor propere lucht en een leefbare, aangename buurt. Wie investeert in voetpaden trekt wandelaars aan. Wie investeert in fietspaden trekt fietsers aan. Wie investeert in openbaar vervoer, trekt nieuwe reizigers aan. Wie investeert in burgerparticipatie, creëert draagvlak voor verandering.
Even het goede nieuws. Gezien het lokale gemeenteraadsverkiezingen zijn, jullie moeten niks zeggen over de Vlaamse regering en over het Vlaams... Oké, ik zie sommigen al twijfelen. Probeer u in te houden of toch minstens beknopt te houden. Want we gaan het dus hebben over de modal shift en we gaan ook beginnen met het bekende stopprincipe. Wat eigenlijk de volgorde meegeeft van aan wie dat je aandacht geeft rond de mobiliteit en verkeersveiligheid. Om even te zeggen, voor wie het niet kent, de S staat voor stappers of voetgangers. De T voor trappers, ook beter gekend als fietsers. De O, het openbaar vervoer. En tenslotte de P van privévervoer of de auto. Goed. Even om wat beweging te krijgen hier op het podium. Steek uw hand op als u vindt dat het stopprincipe daadwerkelijk in het beleid de prioriteit moet zijn. Is dat de rangorde? Ik weet niet wie dit allemaal heeft voorbereid, maar hier staat in de voorbereiding dat Koen Kennis misschien zijn hand niet zou opsteken. Dus... u mag dat even kort duiden waarom u niet... Ik zag niet... ook uw hand niet omhoog gaan, hè? Nee, ik heb waarom mijn hand u niet, niet voor het stopprincipe bent. Ja, wel een tegensprekelijk debat, hè, Sjasje? Ja, maar dan alleen maar... laat me heel duidelijk zijn. Ik denk dat het stopprincipe een belangrijk principe is in verkeersveiligheid, maar dat dat dus geen principe is dat je kan gaan gebruiken in ontwerp van wegen of in de manier waarop dat je een breed mobiliteitsbeleid voert. Oei, het is al terug tijd. Sorry. Neem het niet persoonlijk. Ja. Dat zal ook iets betekenen misschien. Ja. Dus, maar niet in het organiseren van de verkeersstromen, nee, hoor ik u zeggen. Ik denk dat je op elke weg, elke straat, ga je naar een ander model. En je hebt bijvoorbeeld wegen waar het openbaar vervoer heel duidelijk voorrang moet krijgen. Je hebt wegen waar dat de voetgangers voorrang moeten krijgen. Dat zijn onze wandelwegen, dat zijn onze wandelassen. Je hebt plekken waar we de fietsers heel duidelijk voorrang geven. En er zijn plekken waar dat ook de personenwagen of ja, het gemotoriseerd vervoer voorrang heeft. En waar dat je moet zorgen dat er een goede doorstroming is voor dat gemotoriseerd vervoer. En in die zin, ik weet dat er heel wat mensen zijn die dromen van een stad zonder gemotoriseerd vervoer. Ja, daar komen we dromen, nog op terug. Daar bestaat komen we nog op terug. Niet. Ja, maar ik sta mij toe, dat bestaat niet. Je moet gewoon realistisch zijn. En dat is wat wij nastreven. Dat is op een verstandige manier inderdaad iedereen zijn plek geven daar waar het hoort. Oké, de dissident heeft zijn standpunt kunnen kenbaar maken. Maar ik ga verder naar het volgende punt. De dissident van... degene die hier op de rij staan. Maar we gaan naar het volgende punt. En dat gaat eigenlijk over de plek van de voetganger. En ik ga daar ook even naar Peter. Wat is eigenlijk de visie van Ringland? Een leefbare stad voor voetgangers. Hoe zie je dat? Hoe ga je dat bijeenbrengen? Ik denk dat we allemaal voor en na voetganger zijn. Hè? En dat een voetganger gebaat is bij aangename publieke ruimte. En dus al wat ontworpen wordt op maat van voetgangers en fietsers is eigenlijk te bepleiten. En ik denk dat in die zin het pleinenplan op initiatief van Straat-Generaal is daar een heel mooi voorbeeld van. Hoe kunnen we zorgen op wijkniveau dat verkeer dat niet in die wijk moet zijn, daar ook niet doorkomt. Hè? Dat er dus minder autoverkeer is. Ik zeg altijd, automobilisten zijn ermee gediend als ze niet met te velen zijn. Hè? Dus hoe meer dat al die anderen thuis blijven, enfin, iets anders gebruiken dan de auto, hoe vlotter het gaat voor de nuttige, nodige verplaatsingen met de auto. Dus dat is zo, allee, dat is toch wel eens niet het debat, maar het moet inderdaad, qua ruimtegebruik moet het een pak minder. En het aangename van de leefomgeving gaat over attractieve publieke ruimte. En bijvoorbeeld, ik heb het al eens gezegd, hè, het Conscienceplein was vroeger een parking. Hè. Dat kunnen we ons nog niet meer voorstellen. Vroeger reden auto's over een grote markt, dat kunnen we ons ook niet meer voorstellen. Dus ik denk dat we daar nog heel wat stappen kunnen zetten. Maar dat het inderdaad een goed evenwicht en een goede balans moet zijn voor die verschillende gebruiken die allemaal nuttig en nodig zijn. Maar degene die het meeste plaats zien nemen, ja goed, daar kunnen we wat meeste moeite voor doen. Maar daarin, in dat concept, bent u ook voorstander van het pleinenplan? Absoluut. Alleen, ik zeg, ik denk dat het een idee is dat ook, hè, in districten hebben we daar een mooie taak in, om rond die publieke ruimte, waar ze ook een stuk voor bevoegd zijn, om daar aan te werken, ook rond die groene nerven die daarbij horen en zo. Ik denk dat daar zeker nog heel wat ook van de leefbaarheid kan gewonnen worden. Hè. Wat er straks ook gezegd is, goed, er is toch nog te weinig groen in de stad, als we alle normen bekijken. Dus die groene nerven, die blauw-groen in de stad en in de straat, het zijn allemaal
ja, de richting die we nog verder moeten bewandelen. Oké. Okay. Het pleinenplan. Niet met hand opsteken deze keer, maar duim naar boven, duim naar beneden. Wie voor het pleinenplan is, duim naar boven. Ja, u hebt juist geantwoord, kon kennis, dat stond ook in de voorbereiding. Maar goed. Bogdan van den Bergen, u stak uw duim naar boven. U bent voorstander van het pleinenplan. Ja, beknopt, waarom? Ja, eerlijk gezegd, toen ik het voor het eerst te zien kreeg, ik geloof dat het in 2022 is gelanceerd, het pleinenplan. En ondertussen ligt dat er al 2 jaar stof te vergaren, terwijl ik dat eigenlijk een van de mooiste cadeaus vind die de burgerbeweging aan de stad had kunnen geven. Het is een heel duidelijke visie op hoe een stad er moet uitzien. En een visie die wij met Groen eigenlijk heel erg onderschrijven, namelijk ja, mobiliteit, dat is niet alleen het verkeer regelen, de doorstroming regelen. Nee, dat is over hoe je je publieke ruimte gaat invullen. En voor welke gebruikers dat je die echt eerst gaat invullen. En in het pleinenplan is dat heel duidelijk. Is dat eerst via het stopprincipe volgens mij. De voetgangers, de fietsers en het openbare vervoer. En de auto is dan te gast. En de auto is te gast. Die kan daar, dus je kan met je auto wel geraken als je er moet zijn. En voor de rest gaat die uit die wijk uit. En zijn er andere vervoersmodi. En is het ook een heel aangename buurt. Is het beter voor de luchtkwaliteit. Dus ik denk dat daar echt een mooie blauwdruk ligt. Voor de stad om mee aan de slag te gaan. Om de volgende jaren een veel beter mobiliteitsbeleid. En dat is echt nodig in deze stad. Een veel beter mobiliteitsbeleid te krijgen. Om op die manier ook de leefbaarheid in onze wijken. In onze pleinen heel sterk te verbeteren. Dus grote voorstander van het pleinenplan. Pieter de Kok. Ik kom even bij u. Een pleinenplan. Als ik een beetje uw programma ook goed heb begrepen, zeggen jullie van ja, zo'n allesomvattend plan voor heel de stad, dat is niet hetgeen wat de CD&V voorstaat. Er moet meer nuance in zijn. Ik denk dat we zeker geen eenheidsworst willen. We zien dat misschien al iets te veel in de stad. Elke stoeptegel van Hoboken tot Merksem moet overal hetzelfde zijn. Waar is uw DNA van uw wijken? Waar is het DNA van uw districten? Ik denk dat de regierol, zoals er juist werd gezegd, veel meer bij die districten gezet moet worden. Die kennen hun wijken, die kennen hun buurten, die kunnen daar circulatieplannen uittekenen, die kunnen daar op maat parkeerbeleid uittekenen. Terwijl het schoon verdiep komt vaak niet verder dan de mer. Dus ik denk dat de districten dat veel beter kunnen. Maar dan moet je ze ook de tools geven, dan moet je ze ook het vertrouwen geven. En dat gebeurt op het moment niet. Ik ben zelf districtsraadslid geweest. Dat is een veredeld buurtcommissie. Je hebt daar niks te zeggen. Dat is jammer, want die mensen daar kennen hun buurten, die mensen daar kennen de omstandigheden, die mensen daar zijn slim genoeg, net als de Antwerpenaren die ze vertegenwoordigen. En ik vind dat je daar veel meer mee kunt doen. Dus denk ik, een alomvattend plan voor over heel Antwerpen uit te rollen, nee, dat is eenheidsworst. Ik heb wel graag dat elk district hiermee aan de slag kan gaan en dat alle buurten daarmee aan de slag kunnen gaan. Nu, ik wil ook nog eventjes inpikken met iets wat er juist werd gezegd, en dat zit minder in het pleinenplan. Maar wat ik in die modal shift zo belangrijk vind, wat er juist werd aangehaald, is de rol van die voetganger. Want dat vergeten we iets te vaak. Het gaat vaak over het openbaar vervoer, het gaat vaak over de fiets. Ik vind fietsbeleid, daar is al wel wat verbeterd. Maar de voetganger, iedereen stapt als eerste buiten. En onze voetpaden zijn precies alleen maar de plek waar dat we de dingen kunnen dumpen waar dat we anders geen plek voor vinden. Stepjes, of dat een elektriciteitskast is, of dat een bankje is. Je dumpt het daar maar, want dat is waar dat thuis wordt. Nee, sorry. Als je met een rolstoel op een voetpad passeert, dat is erbarmelijk. Als je in sommige wijken in Antwerpen rondwandelt, op de stoep, het is echt schandalig. Ik durf met toeristen of met bezoekers uit de buitenstad, durf ik sommige wijken niet aandoen, omdat ik alleen kan zeggen, ja, hier ligt een mooi voetpad, maar ook in een andere tegel een heel litteken erdoor, terwijl dat hier nog maar een jaar geleden aangelegd is. Ik vind dat schandalig. Dus laat ons vooral ook eens kijken naar die keizervoetganger die misschien boven koning fiets moet staan in de stad om te zorgen dat die ook aan zijn trekken komt, want dat gebeurt op het moment totaal niet. Goed. Koen Kennis. U hebt uw boek meegenomen als sluikreclame mogelijk. En u geeft zelf toe dat eigenlijk in het boek dat de voetganger eigenlijk een beetje de vergeten verplaatsingsmethode is. Is dan dit pleinenplan geen oplossing om meer ruimte te creëren voor die voetganger? U keurt het niet af, maar u steekt ook niet uw vinger naar boven. Dus wat is het dan? Ja, ik denk één. Wat belangrijk is inderdaad, de voetganger is een zeer belangrijke speler. Hè? Maar ik wil toch wijzen op een aantal zaken die wij ook de afgelopen jaren gedaan hebben. 1, ik nodig de mensen eens uit. Je zou in een teletijdmachine een keer gewoon 12 jaar terug moeten gaan en eens een keer rondfietsen in de stad. En dan naar vandaag en terug rondfietsen in de stad. Ik denk dat er een zeer grote verandering heeft plaatsgevonden. Ook
Ook wat betreft voetgangers hebben wij een aantal stappen gezet en ze hebben ook volop stappen aan het zetten. Hè. Ik verwijs, en dat is de gemakkelijke natuurlijk, maar wij komen ook verder dan de Grote Markt. Maar ik verwijs even naar de 16e eeuwse binnenstad, waar we volledig bezig zijn met een woonervenplan. De 16e eeuwse binnenstad is gebouwd op het moment dat iedereen te voet ging en heeft dus ook die smalle straatjes en dergelijke, waardoor dat we daar veel meer aandacht aan de voetganger moeten geven. En dat is ook logisch op die plek. Maar we doen dat ook op andere plaatsen. Kijk naar de Canunik-Peterstraat. Maar bent u nu voor het kleine plan of tegen? Bezoek een keer de Canunik-Peterstraat. Bezoek morgen, het plan ligt klaar, de Wapenstilstandlaan. Dat zijn die groene nerven waar we het er straks al over hebben. Daar zijn heel mooie plannen voor om daar effectief de voetganger, de fietser, plaats waarom te geven. Waarom bent u dan niet voor het kleine plan? Het kleine plan, dat is de wijkcirculatieplannen revisited. En ik heb daar met schrijvers van het pleinenplan ook een heel lang gesprek over gehad. Ik vind dat er een aantal goede ideeën in zitten. En die goede ideeën, die zullen wij ook verder uitwerken. Het is weer bij mij. Het is niet te geloven. Je doet het ervoor, volgens mij. Maar er zitten goede ideeën in en die ik ook wel wil uitwerken. Maar niet al die ideeën zijn even goed. En de wijkcirculatieplannen, we hebben gezien tot welke discussies dat aanleiding heeft gegeven. 12 jaar geleden, 13 jaar geleden. Dit moeten we niet herhalen. Ik denk dat we op een verstandige manier ermee moeten omgaan. Circulatieplannen, volgens mij zijn er een aantal nog toen u burgemeester was, denk ik, al wat ingevoerd. Meer zelfs. Meneer Kennis zegt, we moeten 12 jaar teruggaan. Nee, we moeten 18 jaar teruggaan. Want in die legislatuur, van 2006 tot 2012, zijn er 100 kilometer fietspaden in Antwerpen aangelegd. We gaan het niet over fietspaden Nee. Niet in de haven. In de stad, 100 kilometer. Maar het fietsen maar kleine plan in circulaties. En nadien, ere wie ere toekomt, dat is verder gezet door het bestuur nadien. En dus wat je daar ziet, over modal shift gesproken, hè, en iedereen lacht toen die eenvoudige opmerking werd gemaakt, leg meer fietspaden aan, er zal meer gefietst worden. Dat is waar modal shift over gaat. Het aanbod creëert de vraag en niet omgekeerd. Maar het pleinenplan, ik weet niet of dat Pieter het goed gelezen heeft, want dat pleinenplan is niet één plan voor de hele stad. Dat pleinenplan, eerste versie, binnen de ring, 4 kwadranten, in elk van die kwadranten een oplossing op maat. En nadien een toepassing op het kiel, op maat van het kiel. En met andere woorden, daar ligt een plan wat de potentie heeft om op maat in elk district of in elke grote wijk een oplossing te bieden. Natuurlijk, meneer Kennis is niet dom. Hij heeft gelijk, dat zijn de circulatieplannen revisited. Want dat is heel slim dat men het pleinenplan heeft genoemd, want je kunt toch niet tegen een pleinenplan zijn. Maar als je gaat kijken, waar het over gaat, is hoe zorg je dat daar geen doorgaand autoverkeer niet meer is in die wijken. Maar dat moet daar ook niet zijn. Daar is niks fout mee, het feit dat je doorgaand verkeer daar wegwerkt. Integendeel. En dus, ik vind dat een fantastisch plan. En ik vind dat we dat moeten toepassen. Niet enkel in die 4 kwadranten op het kiel, maar in elk district van Antwerpen. Willem-Frederik Schultz. Dat is de vraag, wat ik ervan vind. Ik wou weten, pleinenplan. Wel, ik heb zo mij een beetje niet onthouden, maar ik ben argwanend. Omdat ik langs twee kanten grote plannen zie. En het is wel een plan natuurlijk. En het is wel op maat van een aantal grote stukken. En het is voor mij vooral een inspiratiebron. Dat kan het zeker zijn. En eindelijk terug het taboe doorbreken van een circulatieplan. Eerlijk gezegd, ik heb het er niet meer moeilijk mee om dat zo te noemen. Doorgaand verkeer, door wijken, dat gaat niet. Dat gaat niet, daar is geen plaats genoeg voor in onze stad om dat mogelijk te maken. Daar moeten we komaf mee maken. Waar ik wel bezorgd voor ben, het derde luik is gesneuveld vandaag. Co-creatie, participatie, en dat is mijn favoriete luik. Maar dat is niet erg, want je kunt dat toepassen, zowel op de overkapping als op de model shift. En ik denk, als je dat pleinenplan gebruikt als inspiratie, maar je gaat wel met de buurten moeten samenzitten. En meneer Kennis, u zegt, die circulatieplannen, daar komt dan bras van. Natuurlijk, als je dat door de mensen in strot ramt en dat ineens begint uit te voeren, dan komt daar een bras van. Maar als je zegt, lieve buren, zet u een keer samen, eender wat dat uw favoriete mobiliteitsmodus is, en we gaan een keer nadenken hoe dat we hier de buurt van de toekomst kunnen bouwen. Hè? Waar dat we hier meer plaats kunnen maken. En weet je wat? Er zijn kwinnieuw slimme mensen, die hebben hier al inspiratienota's geschreven. Maar denk gerust verder. Ik denk inderdaad dat dat een inspiratie, een startmoment moet zijn, dat we af moeten van het fetiche dat een circulatieplan des Duits is en de stad in brand steekt. Dat is het absoluut niet waar. Als je maar echte buurtparticipatie organiseert, dan kan dat iets prachtig worden. Zes Hazen. Ja.
Drie korte puntjes. Ten eerste wil ik eigenlijk aansluiten bij dat eerste. Ik denk dat het echt een goede inspiratie is. En ik denk dat we het daarna verder met de buurt moeten uitwerken. Dus zelfs niet op niveau van het district, maar daaronder. Met de buurt, met buurtbewoners. Want als je op een bepaald moment betonblokken zet om de circulatie aan te pakken en de mensen zeggen, ja, maar ik moet ook nog wel op mijn werk geraken, dan zijn ze vertrokken voor miserie. Dus meneer Kennis spreekt over veel discussie. Dat vind ik een goede zaak. Laat er maar veel discussie zijn in die wijken. Laat ons daar maar het debat over voeren en dan zien dat we gedragen plan kunnen hebben. Twee. Een cruciale rol om dat te doen slagen is openbaar vervoer. Ik ga er niet te lang over uitweiden, Sascha. Toen we met de mensen van het plannenplan hebben gebabbeld, hebben we gezegd, we missen dat een stuk openbaar vervoer in jullie plan. Ik zie dat ondertussen ook is toegevoegd, de tram als ruggengraat enzovoort. Waarom is dat cruciaal? Omdat je dat openbaar vervoer nodig hebt voor minder auto's, om te kunnen zorgen voor meer ruimte voor stappers en trappers. Voilà. En dan punt drie, zou ik even aan de techniek willen vragen om een paar slides terug te gaan naar het laatste vergelijking tussen de twee situaties. Kunnen we daar heel even naar terug gaan? Nee, we zijn er bijna. Nog eentje. Voilà. Als wij zo'n mooie pleinen aanleggen, kunnen wij daar dan alsjeblieft ook groen op voorzien? Want ik vind het onderste plaatje niet zoveel beter dan het bovenste. Oké. Okay. Goed, we hebben gewandeld, we hebben het pleinenplan besproken. We springen nu op de fiets, dus de T van trappers. En ik ga naar Sanne. We zijn met steeds meer fietsers of... Dat lijkt toch uit straatvinken? Ja, je ziet duidelijk wel een verschuiving ook in het straatbeeld. Er zijn meer fietsers. De elektrische fiets zit daar wat voor tussen de longtails, de bakfietsen. Dat zie je natuurlijk allemaal. Tegelijkertijd zijn de data die wij verzamelen vanuit straatvinken, dat is niet revolutionair of die, daarin is geen revolutie te zien. Ik denk een stad als Antwerpen mag daarin wel veel ambitieuzer zijn dan de modal shift 50-50. Peter, eigenlijk mogen we toch als fietsers niet klagen? Er is toch wel wat weg afgelegd? Of blijf jij als fietser nog op je honger zitten? Ik mag zeggen dat ik het toename van het fietsverkeer aan de lijve ondervonden heb. Ik rij al meer dan 50 jaar met de fiets door de stad. We zijn met veel meer dan ooit tevoren. Dus dat is magnifiek en dat daar verder inspanningen voor nodig zijn om knelpunten op te lossen, om bijkomende verbindingen te maken, misschien nog meer in de rand dan in de stad zelf. Ik denk dat dat absoluut nodig is. Maar het is wel gezegd, het moet ook over het openbaar vervoer gaan, omdat denk ik dat dan kan helpen om die modal shift nog wat straffer te maken. Ik ben er absoluut van overtuigd, als we in de hele regio Antwerpen die 50-50 willen halen, dan moeten we in de kernstad 30-70 halen. En laten we daar aan doorwerken. En nog eens, ik ben absoluut niks tegen de auto. Ik ben heel grote voorstander van deelauto's, omdat die minder parkeerplaats vragen, minder gebruikt worden de facto. Dat zijn eigenlijk allemaal stappen in de goede richting. Dus laten we daar kampioen van Europa worden en daar campagnes rond voeren. Dat gaat ons veel plezier opleveren. En daarbij komen we ook bij het belang van het openbaar vervoer, dat daar dan heel goed op aangesloten moet zijn. En dan zitten we natuurlijk, zo bij maar de... Daar is het goede nieuws dat we toch, en dat gaat niet van vandaag op morgen, maar zowel met de lijn, met de stad, met de Vlaamse overheid, de vervoerregio, echt aan het proberen zijn om een plan te maken, een meerjarenplan, dat we hopelijk tussen een paar maanden echt aan de minister kunnen voorleggen om te zeggen, volgend jaar dat, dan dat. En dat gaat zowel over achterstallig onderhoud en alle problemen die we vandaag kennen. Dat gaat ook over de opwaardering, hè, met de doorstroming, om maar iets te zeggen. Dat gaat over de bijkomende investeringen die essentieel zijn. De doorkijken op lange termijn. Allee, rond die 3-4 punten zijn we eigenlijk volop aan het werken. En goed, daar gaan we zeker de komende maanden nog van horen. Alles is met elkaar verbonden. Nu, als het gaat over openbaar vervoer, dat is eigenlijk toch een Vlaamse bevoegdheid? Hoe... Ja, maar daar heb ik er juist al gezegd. Hè. De vervoerregio's zijn opgericht om op regionale schaal, en dat is goed, de wisselwerking tussen stad en rand. Ze moeten nog veel sterker, nog veel verbeteren. Hè. Die discussie moet... Het is nog te veel een tegenstelling en dat is nefast. Maar dus daar worden eigenlijk die plannen gesmeed. En het is natuurlijk aan de Vlaamse regering om de basisbudgetten te voorzien, de lijn de mogelijke de middelen te geven om dat allemaal te kunnen realiseren. Dus dat wel. Maar hoe dat concreet wordt uitgewerkt, daar is lokaal veel werk aan. En veel verantwoordelijkheid voor. Marie, jij bent van de Modal Shift Coalitie. Jij hebt toch ook wel wat suggesties vanuit die samenwerking om mee te geven, om dat te verbeteren, op gang te trekken? Klopt. Als coalitie hebben we ook een memorandum geschreven en vorig jaar overhandigd.
Wat wij eigenlijk echt wel adviseren aan jullie is om absoluut voorrang te geven aan de bus en aan de tram. De bussen en trams moeten niet in de file staan van de auto's. Het belangrijkste is om te kijken of dat er mee naar een eigen bedding kan gewerkt worden. Dat is al één iets, het allerbelangrijkste. Een andere optie is verkeerslichtreglementering. Voor ons, voor bussen en trams, het mag altijd op rood staan totdat ze er zijn. En dan moet het op groen. Oké. Goed, ik ga even aan de panelleden, politici, vragen om nog even goed op te letten. Jullie moeten weer vingers de lucht insteken. Het gaat omtrent wat volgens jullie de hoogste prioriteit moet krijgen vanuit de stedelijk niveau. Het pleinenplan, als je daar akkoord mee bent, steek je één vinger op. De modal shift 3070, steek je twee vingers op. De vervoersregioraad 3. Of trams en bussen moeten absolute voorrang krijgen. Ik weet het, jullie doen het niet graag. Jullie zouden graag 1, 2, 3, 4 in de lucht steken. Maar goed, steek uw vinger maar op. 1, pleinenplan, modal shift 3070. 2 vingers, vervoerregioraad. 3 vingers, trams en bussen die absoluut voorrang moeten krijgen. 4. Nu. Lang genoeg in de lucht houden, zodat iedereen een foto's kan trekken. Goed. Hartelijk bedankt voor de vingers op te steken. En nu gaan we naar... ja, de olifant af en toe in de porseleinen winkel. De wagen. En ook hier heb ik een vraag voor jullie. Want ik merk toch dat het debat heel karaktereel wordt gevoerd door beide kanten van het politieke spectrum. Dus ik wou even weten wie zich aangesproken voelt door autopester. Mag zijn vingers opsteken. Autopesten, dus de automobilisten pesten. Wie denkt dat hij toch eerder een verleider is, mag de hand ook opsteken. De verleider naar een ander vervoersmodi dan de wagen. Goed. Twee die niet antwoorden. Dus ik ga eerst naar Bogdan van den Bergen. Waarom voelt u zich niet aangesproken als pester, maar ook niet als verleider? Misschien bij het verleiden. Ik denk, meneer Kenny staat hier en die is al 12 jaar aan het verleiden. Dus elke keer als ik u bezig hoor, zeg ik, ik wil verleiden. Maar ondertussen zie ik dat er 1 op 3... elke dag 3 fietsongevallen zijn. Dat er nog altijd te weinig conflictvrije kruispunten zijn. Dat de fietsinfrastructuur weliswaar is toegenomen, maar nog niet breed genoeg is en nog niet voldoende genoeg is. Op een aantal fietswegen is het verkeer gewoon verzadigd. Dus ik denk dat er meer moet gestuurd worden. Ik denk dat er echt meer moet gestuurd worden. En dan is dat stopprincipe waar we het er straks over gehad hebben echt wel belangrijk. Dat betekent dat je bij de inrichting van, met uitzondering van enkele heel grote wegen, de Leie en de Plantijn-Wretenslijn, zodat je daar andere regels toepast. Oké, maar in de rest dat echt dat stopprincipe echt heilig is. En dat je daar zegt, we kiezen eerst voor de voetgangers, de fietsers en het openbaar vervoer. En dan pas de auto. En natuurlijk, het grote gebrek vandaag is dat openbaar vervoer. Ik geef één cijfer. In 2015 ging ongeveer 47% van het woon-schoolverkeer van jongeren met openbaar vervoer. Vandaag is dat nog 27%. Dat is bijna gehalveerd. Dus wij hebben, met andere woorden, de jongeren uit het openbaar vervoer geduwd. We hebben ze niet verleid om erin te gaan, we hebben ze er gewoon uitgeduwd. En dus ik denk dat de grote uitdaging voor de volgende jaren is terug mensen op de openbare vervoer krijgen. Dat betekent extra lijnen, extra tramstellen, extra investeringen in onze metro's die zwaar vervallen zijn. En dan kan je die modal shift echt wel doen. En ik ben heel benieuwd, we mochten het niet over Vlaanderen hebben, ik weet het, Sascha. Maar er is een routeplan goedgekeurd. Ik denk dat dat met Toekomstverbond is afgesproken. Er staan een aantal tramlijnen in die super, die essentieel zijn om die modal shift te maken. Ik denk naar Wilrijk, ik denk naar op de Bisschoppen of Laan, waar we al zo lang over praten, die er dringend moet komen. Mijn vraag is nu, zal dat budget er zijn? Ik heb het op dit moment in het centenboekje dat we gekregen hebben, niet gevonden. En als dat er niet komt, dan denk ik dat we opnieuw... alleen want ik denk dat dit een essentieel punt is van het Toekomstverbond. Ik heb dat altijd begrepen. De Oosterweelverbinding is aangelegd. Alle middelen zijn ervoor vrijgemaakt. Maar de modal shift is essentieel. Dus die middelen moeten in Vlaanderen vrijgemaakt worden. Of die modal shift zal er niet komen.
Patrick Janssens. U wou zich ook niet outen als een van de twee. Waarom? Omdat ik heb dat eigenlijk daar straks impliciet gezegd, omdat ik heel erg geloof in een mobiliteitsbeleid waarbij het aanbod bepaalt wat er zal gebruikt worden. En daarmee bedoel ik niet dat je mensen uit hun auto moet pesten of zo, of dat je mensen moet verbieden een bepaald medium te gebruiken. Maar dat je datgene wat je verkiest en wat je optimaal vindt voor een bepaalde verplaatsing faciliteert. En dat betekent, en daarom geloof ik wel in dat stopprincipe, niet alleen in zaken verkeersveiligheid, maar ook als mobiliteitssturend, niet voor elke straat. Hè. We gaan dat niet toepassen op de ring. Hè. Want dat is een beetje gevaarlijk. Maar wel op de Turnhoutse baan. Hè. Dat betekent dat we geen voetpaden gaan aanleggen van 1,90 meter. Hè. Maar dat we gaan beginnen met die voetpaden eens anders te dimensioneren. En dat we dan gaan kijken wat er met die fietsers gebeurt. En we hebben gezien dat effectief door het vergroten van dat aanbod voor fietsers, dat daar gebeurt wat Peter daarnet heeft omschreven. Die fietspaden zijn ondertussen veel te smal. Dus onze volgende fietspaden moeten breder worden. Niet omdat de fietspaden nu vol zitten, maar omdat we willen dat er meer gefietst wordt. En in ons programma staat bijvoorbeeld dat wij ook willen dat de Speedelec en de bromfiets op de rijbaan rijden en niet langer op het fietspad, om dat fietspad terug voor fietsers te maken. Daar sluit ik mij aan bij wat Bogdan zegde. Dat betekent ook, als je kijkt naar waarom faalt de modal shift vandaag op dit ogenblik in termen van wat de ambitie was, is omdat met name wat het openbaar vervoer betreft dat aanbod niet gevolgd is. En dat zal dus dringend moeten gebeuren. En het is prima dat dat nu in het Vlaamse regeerakkoord vermeld is, dat de budgetten verhoogd zijn, maar het zal nog veel meer moeten, want voor zover ik op dit ogenblik de budgetten kan lezen, is binnen het budget van de lijn wat ze extra krijgt alleen gegarandeerd met dat budget dat de onderhoudsinvesteringen eindelijk zullen kunnen gebeuren. En niet dat er bijkomende infrastructuur kan aangelegd worden. Dus dat zal de minister uit haar geïntegreerde infrastructuurprojecten moeten halen. En dat kan ze als ze dat wil. En als er ergens een file is, dan vind ik niet dat je de capaciteit moet verhogen. Niet om die automobilisten te pesten, maar omdat we autoverkeer willen ontmoedigen en niet willen stimuleren. Dus ik ben eigenlijk niet zo'n voorstander van vraaggestuurd mobiliteitsbeleid. Ik ben voorstander van een aanbodgestuurd mobiliteitsbeleid in functie van wat uw doelstellingen zijn. Kom, kennis. Tijdens de uiteenzetting van Patrick Janssens hoorde ik u bijna denken, god, die heeft mij een boek gelezen. Ja, en redelijk goed. Natuurlijk, hier en daar andere nuances erin, maar eigenlijk, en dat is ook de boodschap die ik zeg, iedereen moet altijd zelf zijn keuze kunnen maken. En dat zal afhangen van heel veel momenten, welke keuze dat je maakt. Hè. Is het, kan ik er geraken zonder wagen? Kan ik met de fiets vlot om? Overweg. Regent het niet? Moet ik veel meenemen of niet? Ja, dat bepaalt allemaal uw keuze op een bepaald moment met welke modus dat je gaat rijden. En dan moeten we inderdaad zorgen dat er een aanbod is, een kwalitatief aanbod. Wij zijn, misschien toch ook meegeven, nummer 2 wat betreft deelfietsen in Europa. Hè. Op dat vlak scoren wij goed. Hè. En dat is eigenlijk voor alle deelmobiliteit zo. Dus ik denk dat Ere wie ere toekomt, dat heeft Ludo van Kempenhout schitterend gedaan met de Velocus. De Velocus hebben Antwerpen echt, de Antwerpenaren echt de deelmobiliteit laten omarmen. En dat vind ik fantastisch. Dat was onder uw legislatuur dat Patrick van Kempenhout dat gedaan heeft. Dat is heel correct. Paul, sorry. Ja, dat is een lapsus. Dat Ludo van Kempenhout dat gedaan heeft. Afronden. Maar ik denk, en dat is ook correct, en ik heb dat al een paar keer gezegd, het openbaar vervoer, en ik wil niet alleen naar de lijn kijken, maar ook naar de NMB's. Daarjuist hebt u een prachtig gedicht voorgelezen. Het openbaar vervoer, dat is de nagel om mijn doodskist. En ik denk inderdaad dat daar ook dingen moeten gebeuren. Er moeten grote dingen gebeuren. Dat zijn onder andere de afspraken die we gemaakt hebben rond een aantal tramprojecten die moeten komen. Maar er moeten ook kleine dingen gebeuren. En dat gaat over de properheid van pre-metrostations, dat gaat over roltrappen, dat gaat over de properheid van trams en bussen, het veiligheidsgevoel dat mensen hebben in trams en bussen. Dat soort aspecten zijn cruciaal om mensen, en dat is ook verleiden om mensen terug op het openbaar vervoer. Jos Dazen, opmerkelijk, Koen Kennis omschrijft zich als, zijn beleid als de grote verleiding. Misschien moet ik hem ook als de grote verleider omschrijven, maar als ik jou hoor,
dan verwijt je dit stadsbestuur van autopestgedrag. Jullie zeggen eigenlijk van de automobilist wordt door dit stadsbestuur weggepest. Ik verwijt dit stadsbestuur vooral een totaal gebrek aan totaal visie op de mobiliteit in Antwerpen. Als meneer Kennis de grote verleiders in de afgelopen 12 jaar aan het verleiden is geweest, dan is hij vooral een hele slechte Don Juan. Want op deze manier gaan we er echt niet geraken. Ja, ik wil gerust naar de cijfers kijken. We hebben er al een aantal gehoord. Dan wordt men meteen zo heel zenuwachtig als het gaat over het beleid van de afgelopen jaren in deze stad. Maar toch even terug. U hebt in een recente toespraak duidelijk gezegd van onder andere de lage emissiezone is eigenlijk pestgedrag tegenover automobilisten. Ja, we hebben dat. We hebben de hele kwestie van de scankaars. We hebben het parkeerverbod in de binnenstad enzovoort, waar daar heel veel, ik zeg maar iets, huishoudhulpen, thuiszorgers, dokters enzovoort echt problemen mee hebben. Met de lage emissiezone kunnen we een hele discussie over voeren of dat efficiënt luchtkwaliteitsbeleid is als je ondertussen de cruiseschepen tot aan het steen laat varen en de luchthaven van Deurne openhoudt om de privéjet naar Cannes en Nice te laten opstijgen, meneer Kennis. Dan kunt u afvragen of dat dieseltje van de madame, of dat het grote probleem is. Okay. Maar het probleem is dat wij vandaag in Antwerpen op vlak van luchtkwaliteit en op vlak van mobiliteit een totaalvisie missen. En als er nu één ding is dat daaraan mist, dan is het effectief het openbaar vervoer. En wat mij ongelooflijk verbaast altijd, is dat meneer Kennis zegt dat de nagel aan zijn doodskist is. Want dan heeft hem die doodskist zelf wel getimmerd. Dan heeft hem ze zelf getimmerd. Tussen 14 en 19, het moment dat men de lijn werkelijk volledig de nek heeft omgevrongen, was de N-VA bevoegd hier in Antwerpen, in Vlaanderen, en had men de voorzitter van de Raad van Bestuur van de lijn. Dan heeft men de nek helemaal omgevrongen. En dus we hebben vandaag twee dingen nodig. En ik ben het op dat vlak eens met meneer Janssens. Kort. Ik ben het eens met meneer Janssens, die al een beetje een interne oppositie in zijn partij aan het voeren. Dus dat is een heel goede zaak. 1, dat is budget. En meneer Janssens heeft groot gelijk. Het budget dat nu op tafel ligt in het centenboek is volstrekt onvoldoende. En 2, is een andere visie daar. Want ik ben akkoord dat wij een aanbod gestuurd openbaar vervoer nodig hebben. Maar dit regeerakkoord heeft net het vraaggestuurde bevestigd. Waar dat er 3000 bushaltes geschrapt zijn. En dat is net niet wat wij nodig hebben. Dan gaan we nu Pieter de Kok. Allerlaatste puntje, meneer Van de Wielen, is... Als de zaal mij toelaat... Men gaat nu investeren in toegangspoortjes voor de pre-metro... om te zorgen dat iedereen betaalt. Ik stel voor dat we eerst zorgen dat die roltrappen achter die toegangspoortjes werken, voordat we daarvoor toegangspoortjes gaan zetten. Want voordat je het weet, geraakt het er ook niet door. We moeten afronden. Ja. Wat was de vraag nu nog eigenlijk, Sacha? Hoe zie jij de plek van de wagen? Ah, we waren daar nog. Ik denk dat mensen in Antwerpen, bewoners van Antwerpen, het recht mogen hebben om met de wagen tot hun huis te gaan. Ik denk dat we dat recht niet mogen afpakken, want er zijn heel veel mensen voor wie een auto misschien een nice to have is, maar niet essentieel. En als die mensen kiezen om die auto weg te doen, kunnen we dat alleen maar aanmoedigen. Maar dus voor heel veel mensen is wel een auto nodig. Voor jobbehoud, voor hun gezin, voor weet ik veel wat. En die mensen mogen niet zeggen, als je in Antwerpen woont, dan moet het maar zonder doen. Dus ik vind wel dat je moet verleiden. Ik vind... Wel lief? Ondernemers bijvoorbeeld, inderdaad. Er zijn heel veel mensen die auto wel nodig hebben en daarvoor moet je zorgen. Maar ik vind wel dat we die rol van de auto moeten herdenken. Dat je tot aan je deur kunt rijden, ja, sorry, dat is nodig. Maar of dat je nu die blikje doos dagenlang moet kunnen achterlaten voor je deur, dat vind ik iets anders. Ik denk dat je een autoluwe... Dank u. Ik denk dat je autoluwe wijken kunt creëren waarbij dat je het recht hebt om naar je huis te gaan, maar waar dat je daarna buurtparkings, in elke wijk een buurtparking, waarbij dat je een auto kunt parkeren, waarbij dat je ineens ook elektrisch kunt opladen, alle faciliteiten die je nodig hebt, en dat we de straat terug kunnen geven aan de bewoners voor ontmoeting, voor vergroening en verblauwing, en niet langer gewoon om blikken dozen urenlang, dagenlang, wekenlang te parkeren, want onze stad verdient meer dan dat. Willem-Frederik Schultz. Plek van de wagen. Ja, ik denk dat ik ermee begonnen ben. Mensen gebruiken verschillende modi. Je moet dat aan vraag gestuurd, aanbod gestuurd. Dat is een redelijk semantische discussie. Dat hangt van de omstandigheden af. Prioritair is de auto's niet meer door woonwijken chasen om de raccourci te pakken. Als je dat er al uithaalt, dan lost al heel veel problemen op. En met aanbod gedreven, dan zie ik zo een stadsbestuur die dan plannen opnieuw gaat maken waar dat alles moet komen. En dat kan helpen. Essentieel in zo'n plannen
ik heb trouwens liever dat die door de buurt en de gebruikers zelf gemaakt worden. Maar dat we uitleggen dat je door de straten van Antwerpen niet alle vervoersmodi meer kunt jagen. Dat er keuzes gemaakt moet worden waar kunnen wandelen, waar kunnen fietsen, waar kunnen met een tram of de bus rijden en waar met de wagen. Je moet die netwerken uit elkaar kunnen trekken. En dat is natuurlijk een enorme discussie over ruimte. Dat zal ook wel wat tijd kosten als we dat tenminste met z'n allen samen willen doen. Maar dat is ook de enige manier om daar draagvlak voor te vinden. Evident heeft de wagen plaats. Mensen die minder mobiel zijn, leveringen die moeten gebeuren, werken in een stad die moeten gebeuren, een aannemer die klusjes moet komen doen, een loodgieter die moet kunnen komen, daar moet ook plaats voor zijn. Het parkeerverbod in de binnenstad, kei goede zaak. Mensen met de fiets en te voet, die shoppen veel meer, consumeren veel meer, goed voor de economie. Maar misschien wel zorgen dat we stop en shop, dat je kunt je commissies inlaaien en dan terug weg kunt rijden. Het raakbare punt is natuurlijk het parkeren. Het parkeren in de buurt. Ik ben het helemaal eens met Pieter, buurtparkies. Dat is absoluut wat we nodig hebben, want dat creëert enorm veel open ruimte. Ik ben het helemaal mee eens. Het lost heel veel van de laadproblemen op. Twee vliegen of drie vliegen zelfs in één klap. Oké, dank u wel. Kijk, de politici, alles is bedankt, maar er blijft nog altijd het oordeel van de experts in Ringland. Marie, wat hebben we geleerd vandaag? Of wat neem jij mee? Ik heb eigenlijk redelijk wat bedenkingen. Ik ga me beperken. Geef ook aan als ik te lang spreek. Ik neig mezelf ook eventjes toe om het iets breder te trekken dan Antwerpen, want Antwerpen is op vlak van mobiliteit is eigenlijk de vervoerregio. Ook daar moeten we die blik naar trekken. Ik hoor heel veel politici zeggen, we willen toewerken naar die modal shift. Daar staan we voor. Tegelijkertijd, als we naar het huidige beleid kijken, hoor ik zeggen van ja, iedereen moet die plek krijgen. En dat zien we ook. Antwerpen kiest niet. Antwerpen droomt van een werkelijkheid om alle modi te mogen ontvangen. Als we dan kijken naar dat NN-beleid zien we dat er eigenlijk één N wel zwaarder doorweegt. Als we kijken naar de transportinfrastructuur in onze provincie, 69% daarvan die gaan naar de wagen. 1% naar de fiets. Daarna dat dan een duidelijke keuze is. En die keuze heeft ook gevolgen. Antwerpen is koploper op wat dat betreft verkeersongevallen en verkeersdoden. Dus ik geloof dat het bepleiten van dat NN-verhaal, dat dat echt wel in de realiteit gewoon een keuze is voor de auto. Wat ik hier vandaag iets minder heb gehoord, of in dit debat, maar daar juist wel in het vorige debat, en waar dat er heel veel overeenstemming in was, was die keuze om inderdaad te gaan bouwen waar dat er net al plaats is, maar waar dat er ook ja, dat nabijheidsprincipe, er moeten voorzieningen zijn. Want zo kunnen we mensen verleiden om die fiets en dat openbaar vervoer te gaan nemen. Akkoord, dat is ook logisch. Dus werk daar ook naartoe. Bouwt nieuwe woonwijken. Bijvoorbeeld Zevenhuizen in Lint, in een natuurgebied bouwt waar dat er momenteel al fietsinfrastructuur is, waar dat er al buslijnen zijn die rijden, waar dat we kunnen zorgen dat die efficiënter kunnen gebruikt worden. Dat we echt die efficiëntiegraad kunnen verhogen van ons openbaar vervoer. Marie, ik moet u ook aansporen om af te ronden. Dan ga ik inderdaad afsluiten. Dan laat ik mijn laatste puntje achterwege. Ik denk wel, we hebben een nieuwe Vlaamse regering die maakt voorzichtige keuzes naar die 50% modal shift. Die maakt keuzes naar investeringen in openbaar vervoer. Ik hoop dat de politici die hier aan tafel staan ook diezelfde keuzes durven maken voor Antwerpen en de vervoerregio Antwerpen na 13 oktober. Marie, ik kan nog één advies geven. Je moet straks even met Koen Kennis praten, want die zat in mijn oor te briezen over de cijfers. Maar goed, ik zou het gezellig houden. Sanne, wat heb je hiervan geleerd? Ik zou graag nog één ding, misschien wel de belangrijkste reden willen toevoegen voor het invoeren of het doorzetten van het modal shift verhaal. Is dat wij gezien hebben uit de data van Straatvinken dat de modal shift eigenlijk ook een geluksshift is. En dat klinkt heel zweverig, maar dat is echt op papier vastgesteld door alle duizenden straatvinkers die onze stratosfeer hebben ingevuld. En daaruit blijkt dat mensen die in een verkeersluwere straat wonen, waarin duurzaam verkeer een groter aandeel heeft, dat die mensen zich prettiger voelen in een straat. Dus dat zou voor mij eigenlijk de belangrijkste motivatie moeten zijn voor het verder doorvoeren en het doorzetten van de plannen. Peter. Het slotwoord is voor jou, maar als ik door de politieke retoriek doorkijk,
heb ik wel de indruk dat hier de mensen die naast mij staan en de partij die ze vertegenwoordigen eigenlijk hetzelfde einddoel wel wat hebben, maar andere tempo en andere middelen daarvoor willen inzetten. Maar ik weet niet of dat hetzelfde optimistische gevoel is dat ik heb. Nee, maar het is klassiek natuurlijk dat zo'n thema heel veel discussie oplevert en heel grote tegenstrijdigheden of heel hoog oplopende discussies soms. Maar ik denk dat het, als we de situatie vandaag bekijken, het idee om voor de volgende 5 jaar een meerjarenplanning in alle operatie openbaar vervoer, hè, zowel wat exploitatie betreft als wat de kwaliteit betreft, capaciteit, doorstroming, noem maar op, als die extra investeringen. Ik denk dat dat strategisch het belangrijkste is om aan te werken. En als we dat kunnen doen samen en samen met stad en rand, heel de vervoerregio, in overleg met de minister uiteraard, ik denk dat we dan strategisch de belangrijkste stappen vooruit kunnen zetten de komende legislatuur. Okay. Ik denk dat we daarmee dit debat volledig kunnen afronden. Dankjewel Sascha, bedankt Peter, Sanne en Marie. Bedankt vragenstellers ook uit de zaal die via de doorgestuurde vragen ook hebben deelgenomen dus aan het debat. En vooral bedankt aan de politici.